Welkom bij een nieuwe weekly recap. In dit soort video's laat ik een samenvatting zien van mijn week. Dus ik deel de hoogtepunten en laat gewoon voornamelijk zien wat ik zo in een week doe. Voorheen deed ik dit in de vorm van een voice-over, maar ik dacht laat ik voor de afwisseling een keer een soort van walkthrough doen. Dus ik zal toelichten wat ik op een dag heb gedaan. Zo ga ik samen met jullie mijn week af. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik zo in de week heb gedaan, kijk dan vooral verder. We beginnen bij de maandag en op maandag begon mijn werkweek. Altijd rond een uur of 8 haal ik Milo uit de bench, want die is ook wakker. Ik maak een ontbijtje voor mezelf klaar. En ik had voor het eerst Yakult gedronken. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik weet niet of dit voor herhaling vatbaar is. En na mijn ontbijtje te hebben gegeten, ging ik door naar werk. Mijn werkdag is van 9 tot 5. En voor de mensen die het nog niet wisten, al voor bijna een jaar werk ik voor een hotel en een restaurant. En daar ben ik de marketing en communicatiemanager. Voordat ik het wist, was de dag voorbij gevlogen. Ik maakte pasta voor ons klaar. En na het eten verplaatste ik me naar de slaapkamer en pakte ik mijn laptop erbij. Want ik had namelijk een social media opdracht voor een vriendinnetje van mij waar ik vroeger ook op freelance basis voor heb gewerkt. Namelijk Social Nomads. En was eigenlijk best wel spontaan, maar ze had extra hulp nodig. Dus ik bood mijn hulp aan om te helpen met haar visuals voor social media. Dus daar had ik in de avond mijn tijd aan besteed. En toen was het alweer dinsdag. Dinsdag stond ook weer werk op de planning. Ik maakte me natuurlijk weer klaar voor de dag. En om 8:30 ging ik naar werk. Het is een korte wandeling van ongeveer 20 minuten. Dus dat is heel erg fijn. En op deze dag stond er een kleine fotoshoot op de planning van een aantal gerechten van het nieuwe menu. Dus daar ging ik een aantal kiekjes van maken. Eenmaal thuis maakten we een pokeball klaar. En dat hadden we dus voor avondeten. En toen was het alweer woensdag. Woensdag stond weer werk op de planning, maar dan een halve dag. Want op woensdag werk ik vaak halve dagen. Een ontbijtje erin en toen werd het alweer tijd om naar werk te wandelen. En rond een uur of 2 was ik klaar. En na werk had ik een koffiedate met Rits. Want we gingen namelijk even naar Bagels & Beans. Zaten daar lekker buiten op het terras van de zon te genieten. In de middag ging ik alvast een deel van deze video bewerken. Ik ging namelijk alle beelden achter elkaar zetten. En ik vind het altijd fijn om dat gedurende de week alvast te doen. Zodat dat al klaar staat. En in de avond had ik een etentje met een vriendin. We gingen naar Tacos en Tequila. En daarna hadden we nog een drankje gedaan bij een ander tentje. Namelijk Café Bloemenmarkt. En daar hebben ze zulke lekkere matcha drankjes. Dus daar hebben we ook natuurlijk van genoten. En dan gaan we alweer door naar de donderdag. Ontbijtje erin. Klaargemaakt voor de dag. Rits ging naar werk en ik werkte thuis. Even Milo uitgelaten. En eenmaal thuis ging ik nog een iced matcha maken. Dat is echt mijn favoriete drankje. En het glas dat je hier ziet kreeg ik nog als verlaat verjaardagscadeautje van Cerise. Het vriendinnetje waar ik de woensdag mee was. Wacht. Wacht. En toen werd het tijd om aan het werk te gaan. Ik werk best wel vaak op de bank. Milo komt dan af en toe bij me liggen. Echt maar voor korte duur. Maar weet er iets van niets, denk ik dan. En voor lunch had ik nog een visje gehaald. En voordat ik het weet was mijn werkdag alweer voorbij. Was het een uur of 5. En ik had me omgekleed. Want ik had weer een etentje op de planning staan. Ik ging namelijk met een vriend van mij bij een Indiaans tentje eten. En toen was het alweer vrijdag. Vrijdag werkte ik een halve dag thuis. Me klaargemaakt voor de dag. Even de was opgehangen. En toen werd het tijd om aan de slag te gaan. Nog eventjes een koffietje gemaakt. En ik werkte tot een uur of 1. En daarna ging ik ook nog een aantal dingetjes in het huishouden doen. Want er moest stofgezogen worden. En ik had gewoon eventjes de behoefte om alles op te ruimen en schoon te maken. Dus dat was mijn middagbesteding. In de avond aten we broodje kroket met patat. En na het avondeten ging ik ook nog even naar de sportschool toe. Want daar had ik even behoefte aan. Dus ik heb ruim 50 minuten aan
aan cardio gedaan. Het was intens, maar het was wel heel erg lekker. En zaterdagochtend begon ik de dag met een workout. Normaal gesproken ben ik echt wel een voorstander van in de ochtend sporten in plaats van in de avond. Dus ja, ik vond dit eigenlijk toch wel wat aangenamer dan in de avond. Later op de ochtend had ik een brunch date met Liz op de planning staan. We gingen met de fiets naar de stad toe en we hadden even wat lekkers gehaald. Vervolgens zijn we doorgegaan naar de Action en hebben daar een aantal aankoopjes gedaan. Ook zag ik dit, en dit is een corgi. Het lag bij de speelgoedafdeling. Ik weet niet wat ik ermee zou moeten, maar ik vond het wel heel erg schattig. Dus ik heb het uiteindelijk niet gekocht. Maar ik vond het wel leuk dat ze het hadden. En toen waren we alweer thuis. Even een korte shopvlog van wat we allemaal hebben gekocht. En naast de Action was ik ook nog even naar de Kruidvat geweest. En daar had ik wat make-upjes en haarverf gekocht. Later op de middag had ik een nagelafspraak op de planning staan. Dit is al de vierde keer dat ik naar deze salon ga en ik ben iedere keer weer enorm tevreden. In de avond hadden we gehaktballen met rijst. Misschien wel een gekke combinatie, maar het smaakt echt enorm goed. En na het eten besloot ik om mijn haar te gaan verven. Ik doe dit wel vaker zelf. Blonderen doe ik niet meer zelf, daarvoor ga ik liever naar de kapper, maar mijn haar wat donkerder verven. Doe ik graag thuis en de uitkomst ziet er altijd wel gewoon prima uit. Zondag begon ik de dag achter het stuur en dat deed ik niet zomaar, want ik moet weer gaan oefenen met autorijden. Ik heb namelijk een autoangst. Ik heb mijn rijbewijs gehaald een aantal jaar geleden, alleen ik rij niet vaak, tot nooit. En sinds een aantal maanden hebben we een eigen auto en normaal gesproken ben ik passenger princess, alleen het wordt ook wel tijd om mijn autoangst te overwinnen. Dus ik doe het stapsgewijs nu. En hopelijk durf ik binnenkort weer gewoon zonder zorgen achter het stuur te zitten. Maar omdat we in de buurt van de McDonald's waren, of nou ja, we waren op een parkeerterrein van de McDonald's, gingen we ook daar ook even ontbijt halen. Een McMuffin. Dit is echt mijn favoriete Mac-ontbijt. Alleen dit neem ik niet heel vaak meer, dus ik vond het wel even een speciaal moment om hier van te genieten. Eenmaal thuis lieten we Milo uit en eigenlijk had ik op de zondag niet heel veel uitgevoerd. In de avond zijn we nog bezig eten bij mijn schoonouders, we waren daar bezig barbecuen. En dat was alweer mijn zondag en ook zo mijn week, dus op naar een nieuwe week.